Wanda, 29 augustus. Wat zeg jou dat? Ja, een hele bijzondere dag. Toen kreeg ik mijn onderscheiding. Over welke onderscheiding hebben we het dan? Ridder in de orde van Oranje Nassau. En ik heb nooit stilgestaan erbij dat die dingen bestonden. Maar toen ik het kreeg, was ik geëerd tot in mijn ziel. Had je dat trouwens verwacht? Totaal niet. En ik had helemaal niks in de gaten. Uh, ik vond alleen, van tevoren was iedereen aan het zeuren dat er een heleboel wijn en bier moest zijn. Ik denk. No. En uh, daarna toen zag ik mijn zoon in het pak op zaterdagavond met een oranje stroom. Ik dacht, die moet nog naar een feestje, hè, dacht ik. En, uh, en ik zag de burgemeester en de wethouder die de volgende dag was komen, ik had het niet in de gaten. Ik dacht eigenlijk dat het. Uh, was dat het tienjarig bestaan van de plateaukunst werd gevierd? He? Ik dacht dat dat. dat doen ze iets speciaals mee. Hoe voel je je als mens als je gered wordt tot de redder van Oranje Nassau? Het is ongelooflijk, vooral als je die onderscheiding krijgt, omdat je een heel leven lang met moeilijke, onmogelijke, onverkoopbare. Nou, ik kan nog wel wat woorden bedenken. Kunst bezig bent. Je altijd moet uh, verontschuldigen dat, uh, dat je dat wilt laten zien en niet iets anders. En dan voor dat, uh, ja, voor dat moeilijke werk krijg je dan die onderscheiding. Nou, dat is ongelooflijk. Nou, we willen de mensen uiteraard uitgebreid horen hoe jij dat lintje verdiend hebt? Ja, ik... ja verdiend is misschien een verkeerd ja. woord. Uh, laten we zeggen, geëerd wordt. Um, ik, ik was zelf ontzettend verbaasd, maar ik zit inderdaad meer dan 40 jaar in de kunst. Uh, ik maak tentoonstellingen, ik heb galeries uh, gehad in um, Maastricht, in Hulsberg, Maastricht en Amsterdam. Uh, ik ben heel internationaal bezig geweest, overal ook gevraagd, uh, in Japan, in, uh, in de Verenigde Staten, overal, en Basel. En, ja, het was altijd een moeilijke weg kiezen, maar ik kon niet anders. En, uh, en dat, dit vind ik als een soort beloning daarvoor. Ik kan het niet goed uitleggen, maar het is een soort erkenning voor, voor al die jaren. Nou, dan hoor ik de burgemeester van IJsselmaga te praten over een bevlogen liefde vol passie voor kunst en cultuur. Ja. Hoe, waar komt die passie vandaan? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik denk dat het is, um, dat groeit in je leven. En uiteindelijk is het zo dat um, het zo belangrijk is dat, uh, ja, dat je niet meer zonder kunt. Dat die, die kunst en cultuur zo'n belangrijk onderdeel is dat alleen als je daarmee bezig bent kun je happy zijn. Wanda, waar bestaat jouw werk momenteel uit? Nou, ik ben zo'n gelukkig mens die op mijn leeftijd nog steeds mag werken. Uh, ik word gevraagd voor inleidingen, voor, ook uh, door jonge kunstenaars, waar ik dan helemaal uh, vereerd door ben, omdat ik denk, god, ik word langzaam aan het nou, nauwe tut. Maar uh, kennelijk lukt dat nog. Uh, ik heb pas nog tentoonstelling in Duitsland geopend. Uh, ik mag nog steeds overal. Uh, word ik bij betrokken en, uh, en dan de kunst plateau kunstroute is natuurlijk iets waar je toch bijna een jaar mee bezig bent uh, bovendien maak ik nog steeds uh, eerste weekenden niet ieder weekend van eerste weekend van de maand meer maar ongeveer zes dat zijn ook presentaties die voorbereid moeten worden, die ingericht moeten worden. Waar ik, godzijdank, geweldige vrijwilligers voor heb. Want anders kon ik het niet hoor. Want ik kan wel dingen bedenken. En ik kan overal naartoe gaan en allemaal dingen zien. En denk, oh, dat wil ik laten zien. Dat, dat moeten mensen zien. En dan probeer je dat in een bepaalde context te plaatsen. Dus wat ik heel leuk vind is. Uh, oudere kunstenaars die ineens afgedaan hebben omdat ze oud zijn, terwijl ze geweldig veel ervaring en routine hebben, kijkt naar de tentoonstelling in de vliek van de Vash en Hans Struien. Prachtig. Nou, dus die laat ik dan zien: tegenover heel jong werk. Uh, jonge kunstenaars die met uh, computer, Photoshop, weet ik wat, bezig zijn. Gewoon om te, omdat. Eerstens hebben ze respect voor elkaar, wat ik heel belangrijk vind. En tweedens je, kun je vergelijken. Dan kun je zien dat eh, jonge en oudere kunstenaars werken vanuit dezelfde drive, vanuit dezelfde intentie. En ik kan ze nog steeds een beetje een podium bieden, dus ik vind dat heel leuk om te doen. Nou, die hebben je hebt het zelf net aangekaart, Je je doet mee met een aantal, groot aantal vrijwilligers aan de kunstplateauroute Maagaten. Uh, uh, ik zag in augustus was het de tiende editie. Uh, hoe is er zoiets ontstaan? Het, uh, het was mijn, de eerste uh, plateauroute was mijn housewarming party. Toen was ik hier net komen wonen en ik had hier uh, van alles gedaan en dat was zo druk geweest dat de mensen die hier woonden hadden allemaal last van gehad. Toen ging ik daar mijn excuses voor aanbieden en toen zeiden ze: "Oh, maar je kan volgend jaar uh, kan je mijn schuur wel nemen of mijn weiland of de molen of de, nou ja, ik weet niet wat allemaal." En dat hebben we toen gedaan. Dus. <laughs> en toen werd het uh, de tweede en nou ja, je telt niet meer en nu de uh, vorig jaar was het een groeps, uh, tentoonstelling met wel 60 kunstenaars met een thema. Maar uh, toen had ik dan als tegenhanger nou weer de behoefte om hele mooie presentaties. Wat, wat leeg, wat uh, contrastrijk, wat spannend te maken. We zullen zo meteen ook wat kunstwerken laten zien, uiteraard, aan de kijkers thuis. Uh, maar wat vind je zelf mooie kunst? Ik vind, ik vind mooi zo'n zo moeilijk woord. Um, als je mooi zegt, dan denk je aan een soort poesieplaatjes of zo. Um, het, het moet toch wel, voor mij moet het spannend zijn. Ik moet het ook um, mijn hele leven lang mooi blijven vinden. Mooi. Um, ja, het, nou, er moet iets in zitten. Het moet meer zijn dan alleen een plaatje. Oké, okay, dankjewel. We gaan zo meteen even kijken binnen bij jou. Daar heb jij ook kunst. En daar kun je nog iets over vertellen, uiteraard. Ja, en dat is dan wat je noemt mooie kunst. Nou zijn we inmiddels binnen huis gekomen. En ik zie hier als eerst een prachtige plafondschilderij. Kun je daar wat meer over vertellen, hoe deze dan is ontstaan? In eh, 1991 heb ik in Amsterdam een grote tentoonstelling gemaakt, de Last Rose of Summer. Met heel veel nationale en internationale kunstenaars. Die tentoonstelling is ook naar Berlijn geweest. En er was een eh, jongen in Eindhoven, Jacques van Erven. Die woonde op een heel klein kamertje en daar schilderde hij. Droomtuinen, droombloemen, nou iets, iets fantastisch. En hij um, maakte voor die tentoonstelling een schilderij. En in die tijd werd zijn dochtertje geboren. En dat schilderij heet dus Lisa Last Rose of. Summer. En ik kreeg het um, van mijn toenmalige man voor mijn verjaardag en ik dacht, het is een poetieplaatje. Het is te mooi. Over 14 dagen dan vind ik er vast niks meer aan. Maar na veertien dagen vond ik het steeds mooier worden. En eh, daarna hing het in mijn huis in Frankrijk. En als ik die kamer binnenkwam, dan werd ik helemaal gelukkig als ik dat schilderij zag. En eh, toen woonde ik eerst ergens anders. En toen had Jacques eh, een heel plafond beschilderd met rozen en klavertjes vieren, weet ik veel. Maar eh, toen ik hier in dit huis kwam, toen leek me dat zo'n heel plafond, dat leek me eigenlijk wat veel. En eh, toen is hij hier aan de gang gegaan: met de rozen weer. En met twee ladders en een plankje ertussen. En liggend. En nou ja, ik voelde me. Ik, ik voelde me bijna dat ik niet voor een stijger had gezorgd en zo. Maar goed, hij heeft het gemaakt en ik vind het nog steeds vreselijk mooi. Dus mooi in de zin van, ja, nou, dat is echt mooi. Dus ja, daardoor is het een is uit het ander ontstaan. Dat is de kunst waar je het dus straks over had, wat je zo mooi vond? Ja, nou, dat kan ook. Er zijn hier wel meer dingen die... Uh, mooi zijn. Mak ja, dat, dat mooi wordt geassocieerd met makkelijk, met uh, commercieel, met. Uh, nou ja. Terwijl, aan, terwijl het kan ook gewoon. jou behagen. En ik, dat doet dit. Ik snap wat je bedoelt. Jan, nou zijn we hier bij Wanda. Hoe heb je Wanda leren kennen? Oh, la la. Dat is heel lang geleden. Ik denk dat we dan uh, Slordig 40 jaar moeten noemen dat we elkaar kennen. En uh, dan moet ik terug naar Hulsberg. Weet je hè? Waar ze ooit al een galerie begonnen is. En ja, dat is altijd een beetje een, een, een spanningspunt uh, tussen ons gebleven. Ik ben uh, niet direct altijd uh, aanwezig geweest in de stal van haar. Omdat ik. Uh, uh, bij Frans Wolfs, om bijvoorbeeld maar een naam te noemen, in de Rechtsstraat. waar Wanda ook een galerie had. Eh, al onder de pannen was. En ja, dat werkt natuurlijk niet om dan eh, in dezelfde straat. bij twee galerieën te zitten. Hè? Mm -hmm. Maar we hebben altijd wel toch. Eh, een sympathie voor elkaar. Eh, wat betreft het werk en de galerie gehad. En nu, eh, nu alles een beetje vrijer is. Eh, ook in mijn geval. Uh, hebben we toch uh, weer opnieuw contact weten te maken. En uh, met plezier dat ik hier al voor de tweede of derde keer dadelijk werk heb. Oké, okay, dan dus staan we hier voor een paar uh, geweldige werken van jou. Kun je daar iets over vertellen? Ja, kun je dat daar... ook. Hoe zijn ze bijvoorbeeld ontstaan? Uh, ze zijn niet, ap niet apart uh, ontstaan. Het heeft gewoon te maken met je werk, wat ik altijd al doe. Uh, zoals de doeken ook geschilderd worden. Hè? Maar het aparte van dit is dat het uh, op handgeschept Japans papier gedaan is. Met een transparante techniek. Zoals je ziet is het ook heel dun allemaal. En dat appelleert weer een beetje aan de Japanse schilderkunst. Waar ik uh, op de een of andere manier uh, wel een warm hart toedraag. Uh, wat betreft de transparantie en de inkte. He? Natuurlijk, niet alleen dat. Het is ook dat de hedendaagse kunst, de vormentaal, die je hier ziet, natuurlijk ook van de dag van vandaag zijn. He? Dus. He?